De European Health Data Space is een Europees wetgevend kader, een verordening dat in principe databeschikbaarheid moet gaan bevorderen, zowel op nationaal niveau als Europees niveau. Het bestaat uit grofweg drie onderdelen. Allereerst primair gebruik, databeschikbaarheid voor de levering van zorg, de regulering van de EPD-systemenmarkt en als derde onderdeel databeschikbaarheid voor wetenschappelijk onderzoek, innovatie en beleid. Allereerst, patiënten krijgen veel meer rechten, vooral in Europa, in de lidstaten, om daar ook goede zorg te krijgen, omdat data dan beschikbaar zijn. The devil is in the details, dus hoe vullen we dat samen in, hoe operationaliseren we EHDS? Je hebt natuurlijk de zorgverlening aan patiënten. En het meewerken voor secundair gebruik om de medische wetenschap verder te helpen. En dat komt uiteindelijk ook de patiëntenzorg ten goede. Beroepsgeheim is natuurlijk ook heel belangrijk bij gegevens delen. En we vinden het ook heel belangrijk dat patiënten dan daar ook enige zeggenschap in hebben. EHDS raakt mij als dokter omdat ik graag gegevens over mijn patiënt wil hebben als ik die moet behandelen. En het gebeurt nu best wel vaak dat die gegevens uit het buitenland niet meekomen met een patiënt en dat de patiënt het zelf niet goed kan vertellen of überhaupt niet meer aanspreekbaar is. En dan is het toch wel handig als dat ja, op een goede manier bij mij terecht kan komen. En ja, wij denken echt dat EHDS ons een enorme wind in de zeilen gaat geven. Dat het een mooi kader gaat geven om echt de databeschikbaarheid voor de onderzoeker, maar met name uiteindelijk voor de verbetering van de gezondheid van de patiënt gaat regelen. Ik werk bij CZ en bij CZ doen we de indicatiestellingen voor de wet langdurige zorg. En we zijn een heel groot gedeelte van onze tijd kwijt aan het opvragen van de juiste informatie uit de behandelende sector. En in potentie biedt EHDS daar een hele goede uitkomst voor, dat wij makkelijker de juiste data tot onze beschikking hebben. De EHDS betekent voor ons een kans om harmonisering op Europees niveau te krijgen en te zorgen dat de data-uitwisseling tussen de elektronische patiëntendossiers naar een hoger niveau worden gebracht.